zijn sprakeloos. Ja, prachtig. Mooie woorden voor de langverwachte stadsopera Maria, keizerin van Dordt. De opera was afgelopen zaterdag eindelijk te zien in de tuin voor de Grote Kerk. Daar speelde een op waarheid gebaseerd verhaal af over keizerin Maria, die 800 jaar geleden de stad Dordrecht als huwelijksgift ontving. We gaan zo meteen de klap op de vuurpijl geven van de feesten rond 800 jaar stad Dordrecht. En dat heeft door de corona langer geduurd dan eerst gepland. Het was echt een hele leuke periode. De repetities waren hartstikke fijn en leerzaam ook. Het is natuurlijk super leuk om met elkaar zo'n stuk te maken. Maar wat ik ook heel leuk vind is dat je heel veel verschillende mensen leert kennen. Wel met eenzelfde passie of hobby. En daar komen dan ook weer nieuwe leuke initiatieven uit. Dus ik ben heel enthousiast. Ik heb een verhoogde stem. De adrenaline zit hoog. Ik heb net met een aantal mensen staan praten. En die waren zo lief om complimenten uit te delen. Niet alleen aan mij uiteraard, maar aan iedereen. Mijn beste vriend was er. Die had tranen in zijn ogen. Vanwege de combinatie van de sopraan die zo mooi zingt, het orkest wat opzwelt, de engel. Dus die was tot tranen toe geroerd. En dat is toch een stoere bikkel. Dus meerdere mensen kwamen langs en vertelden dat ze het ze geraakt had. Dus het was, ik denk dat we Dordtenaren trots hebben kunnen maken op hun stad en op het feit dat dit gespeeld is. Dus. Wat vond het publiek ervan? Ja, het was echt fantastisch. Ja, we hebben echt ontzettend genoten. Oh, geweldig. Ik vond het hartstikke leuk. Ja hoor, echt genoten. Nou, ik denk dat het best goed ging ook, maar er is ruimte voor verbetering hoor. Dus blij dat we nog twee keer hebben. Wie voor vanavond een kaartje heeft bemachtigd, kan de show ook nog bewonderen. Voor degene die geen kaartje heeft, is het helaas niet meer mogelijk hier fysiek bij te zijn. Maar niet getreurd. Want wij als RTV Dordrecht waren zaterdagavond aanwezig voor een volledige registratie van de opera. Deze is rond half augustus te bewonderen op onze kanalen.